Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voert momenteel een zwaar programma uit voor het beroepsonderwijs. Dit programma is gericht op een aantal sectoren die geld moeten gaan verdienen. Dit zei onderwijsminister Henry Ory gisteren bij de afsluiting van de bestuurskundeweek op de Antonicom Universiteit van Suriname. Volgens de bewindsman is het programma voor het beroepsonderwijs onderdeel van het onderwijsvernieuwingstraject. Dan noem ik dus de agrarische sector, dan noem ik minery met die brede punten als goud, bauxiet en natuurlijk oil en gas. We hebben de toerisme sector, we hebben hout en de houtindustrie en de service sector. Want je moet nu een afstemming tussen arbeidsmarkt en de onderwijs is een beetje scheef, we moeten het naar elkaar toe brengen. De onderwijsminister liet verder weten dat nu ook veel aandacht zal worden besteed aan het hoger onderwijs. In dat kader is het onderwijsdepartement bezig met een transformatie van het inspectieapparaat. Ja, het trof een vreselijk gedoe met ons inspectieapparaat. En we hebben daartoe dus een nieuw concept nu met een zelfstandigheid en specialisatie. We krijgen zelfs een inspectie hoger onderwijs. Waarbij ook geluisterd gaat worden aan de klachten en de zaken die misschien anders gecorrigeerd worden, zoals het hbo-onderwijs en de universiteit. Mij bereiken dagelijks een aantal brieven soms van studenten naar andere instanties waarvan zaken dus niet zo lekker zitten. En het is een breed perspectief. Het ministerie wikkelt ook een traject af van curriculumontwikkeling, waarbij nieuwe boeken en leerlijnen worden geïmplementeerd in leerjaar 1 tot leerjaar 10.